VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van VVV-TV. We kijken vandaag vooruit naar de wedstrijd van vrijdag tegen Helmond Sport en de slotfase van de competitie. Dat doen we met centrale verdediger Rick Ketting en hoofdtrainer Rick Kruis, die eerst nog terugblikken op de 0-1 nederlaag tegen Jong Ajax. Tegen Jong Ajax vond ik de eerste helft ons heel slecht in het zelf aan de bal aanvallen. Dus, hè, we stopten veel energie in het verdedigen. Dwingen een lange bal af. Maar dan ging hij eigenlijk heel snel terug naar Ennio. En dan vond ik dat er heel weinig beweging in de ploeg was. Waardoor we heel weinig aan het voetballen kwamen. Daardoor heb je ook niet initiatief in de wedstrijd. Je moet heel veel energie leveren in het verdedigen. En ja, krijgt er eigenlijk niks voor terug. Nou, tweede helft draait het beeld natuurlijk. En dan zie je een heel opportun VVV. Dan heb je ook heel veel kansen. Ja, had ik wel eigenlijk het idee dat hij zou vallen. Maar hij viel aan de andere kant. Ik vond dat we er lastig druk op kregen, hoog op het veld. Ik vind niet dat ze daar direct kansen echt uit kregen. Ze hebben wel een aantal schoten van afstand gehad. Goed, we hebben ook een goede keeper op de goal. Ik denk vooral dat we het aan de bal lieten lopen, niet genoeg kwaliteit hebben geleverd. En dat is vervelend, want aan de bal kan je ook de wedstrijd controleren. Door wat langere aanvallen heb je wat meer rust. Kan je wat meer de juiste momenten kiezen. En ik denk dat we dat niet goed genoeg hebben gedaan. Tweede helft gingen we hoge druk zetten. Sam stapte een aantal keer goed door en veroverde de bal iets vaker. En leefde er ook met vlagen iets meer kwaliteit. Al vind ik dat we toch nog wel meer eruit hebben moeten halen. Die kansen werden wel vrij makkelijk gecreëerd in die fase ook. Ja, maar ook gewoon met een stukje opportun. Levi Swans twee kansen, later Nick Veneman nog. Kees die een keer doorkomt en voorgeeft om een Latouwers die zelf schiet misschien beter had kunnen breedleggen. Maar goed, veel mogelijkheden, nog uit corners ook. Maar ja, hij wilde er niet in. En dus ging VVV nipt onderuit in de eigen koel. Een nederlaag die zeker in de huidige mindere reeks hard aankwam. Nou ja, na de wedstrijd heb je het wel even zwaar natuurlijk. Je gaat alles analyseren, je gaat kijken wat je beter kan doen, je gaat kijken wat je voor het team kan betekenen. Het duurt altijd wel 24 uur, 36 uur en dan gaat toch wel snel de knop weer om naar de volgende week. Omdat er zijn gewoon weer drie belangrijke punten te verdienen aankomende vrijdag. En afgelopen vrijdag kunnen we niet meer beïnvloeden. Dus dan moeten we gewoon weer keihard werken naar de volgende wedstrijd. En zo probeer ik eigenlijk elke week het maximale eruit te halen. Met wat voor gevoel werk je nu naar vrijdag toe dan, Helmond Sport uit? Met een strijdbaar gevoel. Want ik hou er helemaal niet van om bij de pakken neer te zitten. Ik wil ook zeker niet dat mensen ons zielig vinden of afgeven op ons. Ik weet ook dat het beter moet. Dat weten de boys ook. We kunnen alleen maar alles doen om beter te gaan presteren en wedstrijden te winnen. En dat is waar we op gehamerd hebben in het begin van de week. En dat zullen we de hele week blijven doen. De boys trainen goed. Uiteindelijk moeten we gewoon 3 punten pakken. Wat verwacht je van je ploeg tegen Helmond? Wat wil je dan zien? Gewoon een strijdbaar VVV, dat allereerst. Doorgaan op de weg zoals we de tweede helft hebben gespeeld. Waarin we veel afdwingen. Waarin we veel duels winnen op het veld. Nou, dat vond ik positief. Ja, beter omgaan met de kansen. Wat zijn de krachten van Helmond? Of waar moet je voor waken vrijdagavond? Helmond Sport is heel direct. Dat betekent dat wanneer ze aanvallen dat ze heel snel via zijkant of via centraal door kunnen komen. Om uiteindelijk iets te kunnen creëren. Helmond Sport stopt veel energie in de wedstrijd. Hè? Je ziet ook aan de data dat ze veel meters afleggen, dat ook op hoge snelheid doen. Dus hè, die hebben denk ik met de komst van Bob Peters wel een stijgende lijn ingezet na de winterstop. Maar goed, weet je, los van of het Helmond of welke ploeg dan ook is, we gaan daarheen om te winnen. Om uiteindelijk voor te zorgen dat de play-offs veilig gesteld worden. Ja, want met nog 3 finales gaan, heb je daar nog altijd het volste vertrouwen in. Tuurlijk, we hebben nog steeds een voorsprong en... We weten wat we zelf kunnen. We hebben de laatste weken minder gepresteerd. Kwartje is ook niet altijd even goed gevallen voor ons. Maar goed, we gaan niet bij de pakken neerzitten en we zijn strijdbaar. En we gaan ervoor. Ja, ik heb er gewoon nog steeds vertrouwen in. Ja, ik ken deze ploeg, ik ken de kwaliteiten. Dus ik heb er vertrouwen in. Dit was VVV-TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week.
BTV wordt mede mogelijk gemaakt door B. Benders en Maashof.